Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. We gaan weer lekker verder waar wij gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, prima, goed, prima, goed. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb echt geen idee. Ik heb hier wel één blokje deur, dat wil ik graag terugplaatsen. Hopla, probleem opgelost. Goed. Ja, we hebben natuurlijk hier zo van alles gedaan. Natuurlijk, we moeten nog wat aantal spullen droppen. En dan ga ik een stukje lopen. Want ik wil eigenlijk proberen om veel lapis lazuli nog te krijgen en nog een beetje goud. Dat wil ik vandaag doen. Morgen bekijken we hoe ver dat wij komen. Goed. Moet je het eten? Zetten we die graan er ook heel even in. Oh, dit zijn de enige wortels die ik heb. Oké. Okay. Dan moeten we het er maar mee doen. We moeten binnenkort dus sowieso de game even op easy zetten. Dat wil ik deze week doen, maar als ik weer vergeten, dan doen we het volgende week wel. We zitten ook bijna level 30. Dus je kunt tenminste ook weer een beetje gaan enchanten. Dat is denk ik wel weer nodig. Alleen ik ga even mijn fakkels nog verder aanvullen. Kunt u hier niet liggen, hè? Nee. Dat zijn dus weer 36. Twee volledige stacks kool heb ik. Oh, die duur spullen, die hele kist zit bijna ramvol. Deze ook maar. Maar het gaat nog wel. Ja. Prima. Moet ik een extra pickaxe meenemen? Ik denk het van wel. Of zullen we gewoon heel even een ijzeren pickaxe voor de zekerheid meenemen, dan we het even één keer op ijzer even houden. Ja, laten we dat doen. Ik heb natuurlijk mijn coördinaten opgeschreven. We gaan eerst even slapen en dan gaan we naar dat ijs. Of naar dat sneeuw eigenlijk. Lopen we daar even heen. Wauw, dat ziet er wel echt heel mooi uit hoor. Al die bloemen. Goed vol, dat mag ook. Waarom kan ik niet slapen? Kom maar. Kijk maar naar de mooie zon. Kijk, daar gaat de zon. En hier komt de maan. En dan wordt het tijd dat we kunnen slapen. Zo. En even kijken. Wij moeten dus daarheen. Het is een piepklein stukje lopen. Daar is het toch? Juist. Als ik gewoon dus hier rechtdoor zou gaan lopen, dan zullen we eruit komen, kijk. Want deze keer, ik ben hier nog niet echt zo heel vaak geweest. Ja, dit heb ik volgens mij extra gedaan. Of dat is zo gemaakt, kijk. Dat was dus berg 1.
Hier kun je ook altijd gaan bouwen. Als het moet kun je gewoon een tunnel er doorheen gooien. En als het moet kan je hier van alles gaan bouwen. Goed. Een piepklein stukje loop, maar dat is niet erg. Dus ik hoop dat ik hopelijk een volledig stack lapis lazuli krijg. Moet er bijna wel zijn, juist. Hierachter is het. Kijk, die cave, die zit dus ook gelijk hier. Dan moeten we dus even heel voorzichtig gaan aanpakken. Nice. Oké. Nou hier zijn ze even kijken. Hier is het niet, hè? Nee. Het loopt hier zo, loopt dus echt dood. Dus dan zullen we best naar onder komen. IJzer. Dit is de school, hoe diep is dit? Dit is 35. Hier zo gaan we dus best wel wat hoger. Zo, deze pickaxe eigenlijk omhoog laten. Ik denk dat we hier van Jan Lul zijn gekomen. Eerlijk gezegd. Oké. Maar kunnen we daarin wat vinden? Oké, hier moet ik naartoe, hè? Hier. Dus ik zet daar heel even een blok dat ik weet dat ik daar eruit kom. Dit gaat alleen maar hoger. Wat is daar? Oké, dat is een uitgang. Oké. Oké, hier loopt het dus dood. Cool, laten we ook heel even zitten.
Oké. Heb ik nog een blok? Nee. Goed. Dan zou ik die blok daar, dat ik daar naartoe moet. Want anders ben ik echt letterlijk en figuurlijk gewoon verdwaald. Nog dieper. Dit was het. Hoe diep is dit? Want ik wil eigenlijk niet gaan graven. Als ik eerlijk ben. Oké, dan gaan we hier naar onder. Oké, het gaat dus één. Ik wil eigenlijk liefst kijken wat daar zo is. Dan kan ik ook nog. Gaat dit nog naar beneden? Hey! Kijk eens aan! Een naamkaartje, steenkool, een emmer, goud, bietenzaden, altijd handig. Oké, deze kant dan moet ik op. Ik denk dat we zo'n beetje wel. Ben ik hier geweest? Wacht. Daar kunnen we water vandaan halen, hè? Dat kunnen we ook daar doen. We moeten wel heel even fakkels vandaan. Okay, ik doe het even zo en dan weet ik. Zo, hier moet ik naar boven. Dit is kool. IJzer. Oké, nou. We zijn in ieder geval niet voor niets. Ik kan dat water niet meenemen. Nu wel. Oké. Daar moeten wij dus naartoe. Maar nog interessanter. Dat is dus dit. Weet je wat dit zijn? Dit zijn natuurlijk diamonds. Als we nu hier toch zijn. Ja, als ik diamonds vind, zie. Dan nemen we ze natuurlijk mee. Dit werkt niet op de grond. Oké, daar zit niks. Daar zit er nog één. Er zijn er wel best wel veel. Ik durf het aan om er een
Hoeveel hebben we er? We hebben er 8. Maar als we zo ver, zo diep zitten, hier zijn we net geweest. Hier loop ik dood. Oké, moet die kant nog op? En daar. Ik had toch meer fakkels mee moeten nemen. Ik zoek eigenlijk goud. Daarvoor ben ik hier gekomen. Daar gaan we niet in. Ik heb nog maar 6 fakkels, dat is... Ik heb toch een volledige stack moeten meenemen. Hey, bingo! En dan kunnen we daar gaan kijken. Oké. Ik hoop dus dat het meer dan 1 blok is. Nou, dan is er maar 1 blok. Oh nee, 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 nee. Meestal zijn het er toch wel 8. Ook niet hier achter of zo. Nee, ja, nee. Oké. Dat is ijzer. Oké, we gaan heel even dit allemaal dicht. Maken. Geen goud, hè? Oké. Fakkeltje weg. Kunnen we die weer gebruiken? Ook niet. Fakkeltje weg. Fakkeltje weg, dan weet ik zo'n beetje hier hoef ik niet te zijn. Kunnen we daar nog misschien gaan kijken? Die hebben we toch even niet nodig. Ah kijk, dan kom je hier uit. Daar zit ook niks.
ik ga het hier dan ook in ieder geval erbij laten. Ja. Want dan weet ik ongeveer waar ik nog moet zijn. Kijk. Deze kant weg. Deze kant weg. Natuurlijk ook die. Goed. Dan zijn we die kant op geweest. Dan denk ik dat we best gewoon straks rechtdoor kunnen gaan. En dat doen we dus morgen. We hebben er 2 gevonden. Het is wel te doen. Dus we zullen het wel afkrijgen. Maar ik wil het liefst slapen zodat Zuli nog hebben. Maar dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden. Ik ga die in ieder geval belaten. Wij zien elkaar morgen terug. Hopelijk zijn jullie echt morgen ook weer. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!